Goedemiddag is het inmiddels. Het is dinsdag, de 20e januari. En ik sta op de Hoge Salve. Vandaag toch maar weer omhoog gegaan. Na een aantal dagen toch lekker de griep te hebben gehad. Maar dit doet je toch wel weer goed. Lekker in de frisse buitenlucht. Prima. En dan de omstandigheden. Die zijn ook nog eens een keer hartstikke goed. Het is allemaal prima sneeuw wat er ligt. En uiteraard in combinatie met de sneeuwkanonnen die jullie daar zien. Nou, ik trek weer eventjes verder het gebied in. Toen zijn alle pistes perfect. Zelfs hier bij de Hex en Zexar is het prima. Je hebt hier nog wel eens van die ijsplaatjes, maar ik heb ze nog niet gezien. Dus tot zover is het nog prima te skiën. Tot nu toe met het rondje van de Hoge Salve. Valt niet tegen, sterker nog, het is eigenlijk gewoon perfect. Sneeuwcondities zijn buitengewoon. Dus heb je nog vrije dagen, dan zou ik zeggen, kom heel snel naar de Kitzbüheler Alpen, want daar ligt het er goed bij. Of het er elders ook zo goed bij ligt, kan ik niet over oordelen, maar dat denk ik haast wel. Maar er zijn droomomstandigheden momenteel in de Alpen. Nou, we gaan weer afsluiten. Het was weer een topdag. De zonnetje is ook nog aardig doorgekomen. Niet in de richting waar ik nu naartoe zeg maar richt, maar wel de andere kant op. Nou, ik sta inmiddels het grensgebied van Schäffau en Brixen. Met hier voor me de Jochberg. En als ik zo naar Wessendorf draai, dan hebben we gewoon het zonnetje weer in zicht. Nou, over de pistes daar kan ik alleen maar heel lovend over zijn. Prima condities. De sneeuwval natuurlijk voor van het weekend, 20, 30 centimeter, was prima. Maar ook in combinatie met de sneeuwkanonnen. Die staan eigenlijk ook 24 uur per dag zo'n beetje aan. En overal, van top tot dal, is goed te skiën. Nou, dit was het weer eventjes vanuit Schieweld. En de groeten maar weer.